Hartelijk welkom bij de tweede talkshow tijdens theaterfestival De Boulevard. In Café de Kulsekar hebben we weer prachtige gasten vandaag. Zo presenteert Sophie van den Enk met mij mee. En wij gaan onder andere interviewen Victorine van Hulst. Zij is de nieuwe directeur van De Boulevard. Maar ook Jetse Batelaan komt langs, artistiek leider van theatergroep Artemis. Er is een column van Erik Alink, stadschroniqueur. Het is uiteraard cabaret van Flunknarf. En er is ook muziek van Kiki Schippers. Een groot applaus alsjeblieft voor Kiki Schippers, afgestudeerd met lof aan de Koningstheateracademie uit Den Bosch. Kiki Schippers! Goedenavond. Leuk dat jullie met zoveel zijn. Erik wil een meisje zijn. Hij stapt met grote stappen op zijn moeders hoge hakken. En hij blijft om de 2 meter door zijn kleine enkelzak. Het doet pijn. Erik wil een meisje zijn. Hoort niet bij die jongens die gaan roken na het school zijn. Want die doen zo raar met meisjes. En waar rook is, daar moet vuur zijn. Dus hij schrijft. Erik doet zijn best op school. Erik heeft een jurk gemaakt. Met lange witte stroken en een band voor in het midden. En zijn moeder kijkt er weg van. En zijn vader blijft maar bidden tot de Heer. Erik heeft een jurk gemaakt. En hij vraagt of ik hak aan hem leen. En hij stift secuur mijn lipstick om zijn mond. En hij leent nu en dan mijn centuur. En als hij danst, dan gaan ze rokken in het rond. Erik heeft een man gekust. Hij had te veel gedronken en de biet had hem te pakken. En toen plots lag hij op de dansvloer in zijn jurk met mijn hakken en pardoes. Erik heeft een man gekust. Erik zegt, er is geen jij. Jij hebt mij verzonnen en nu ga je daar alleen. Maar ik voel mezelf zo anders dan hoe jullie mij beleven. Ik ben vrij. Erik zegt, er is geen jij. En hij vraagt of ik hak aan hem leen. En hij stift secuur mijn lipstick om zijn mond. En hij leent nu en dan mijn centuur. En als hij danst, dan gaan ze rokken in het rond. Erik wil een meisje zijn. Daar loopt hij in zijn jurk en op mijn hakken. En zijn BH gaat op en neer. En alle mannen die kijken hem nu na. En kijk nou, Erik is een vrouw. Schippers, ze komt nog 2 keer terug vandaag. Dankjewel, Kiki. Ja, en ik zei het net al, ik ga dit niet alleen presenteren. Ik heb iemand gevonden die dat met mij wil gaan doen. En die zou ik natuurlijk heel saai via deze microfoon aan kunnen kondigen. Maar dat gaan we op een andere manier doen. Dus ik zou zeggen, Leen, start het bandje maar. Deze tafeldame won in 2001 het Cabarettenfestival in Rotterdam, maar besloot toch een andere kant op te gaan, de journalistiek in. Ze liep stage bij Max Westerman in New York, werd verslaggever voor RTV Utrecht en presenteert nu het tv-programma De Rekenkamer. Kijk, geld lenen kost geld, dus iemand verdient eraan. Daarnaast praat ze op 3FM graag over seks. Wat doe ik eerst met mijn avondonderbroek? Wat vind jij? Fucking gespannen. En als klap op de vuurpijl won ze afgelopen jaar Wie is de Mol? Dat ik vanaf het eerste moment het gevoel had dat zij de mol was, was het echt moeilijk om bewijs te verzamelen. Dames en heren, een groot applaus voor de tafeldame van vanavond,
Sophie van der Wink. Ja, Sophie. Wat mooi gedaan. Ja, leuk, net hè? Echt, hè? Ja, als je dan allemaal achter elkaar hoort, denk je ja. Ja, nee, precies. Net echt. Het theater, dat trekt jou wel. Dat heeft wel altijd jouw een bijzonder plekje in jouw hart gehad. Ja, zeker. En ook wat ik ook de jongens hier achter mij, wat die gaan doen, improviseren aan het eind van de avond over wat er hier live gebeurt. Dat is wat, ja, dat vind ik het allermooist. Waar heb jij het kameretten mee gewonnen? Dat noemden ze Zep Cabaret. In die tijd. Maar dat waren allemaal korte stukjes achter elkaar. Liedjes, sketches. Oké. Okay. Een rap hadden we. Nou kijk, misschien kun je het einde van de avond nog meedoen. Ik wil... Ja, nou, we kunnen kijken. We kunnen het nog over hebben. Festival de Boulevard, je kent het van naam, maar je was er nog nooit geweest, hè? Nee. Hoe vond je het? Want je bent vanavond eroverheen gelopen. Nou, ik vind het heerlijk. Sowieso, Den Bosch is natuurlijk fantastisch. En de hele sfeer en de setting met de lampjes en de lichtjes. En er wordt ook echt lekker gegeten, gedronken, gezeten. We hebben samen een voorstelling gezien vanavond. Lui van Matser in het Museum Slager hierachter. We hebben wel afgesproken dat we er niet te veel over gaan zeggen. Maar, want het is een spannend plot, om het zo maar even te zeggen. Maar wat vond je van de voorstelling? Ik vond het een heel bijzondere voorstelling. Sowieso de setting om in een museum naar een voorstelling te gaan kijken. Dat was al mooi. Ook omdat het niet gelijk bij de ingang was. Maar dat het hele museum zich dan even zo voor je onthult. En dat je een eind moet lopen. Zo langs de schilderijen. En uiteindelijk dan daar. Het was een monoloog. Een monoloog. Wat natuurlijk ook heel intens contact maakt met, met de hoofdrolspeler. De enige speler. En ik vond het heel indringend. Het duurde even voordat hij erin kwam, voor mijn gevoel. Maar het speelt nog de komende dagen. Dus ik vind het wel heel erg de moeite waard om gezien te hebben. Het heeft wel geraakt, dat kunnen we zeggen. Je bent wel echt het verhaal ingetrokken op een gegeven moment. Ja. Hè? Ja. Ja. We gaan onze eerste gasten erbij halen. Vanaf 1 december komend jaar, dit jaar, is zij de directeur van dit theaterfestival, De Boulevard. Een echte Bossenaar, nu even werkzaam in Amsterdam, maar ze komt dus terug naar Den Bosch. Mag ik een groot applaus voor Victorien van Hulst. Zo. Met wat voor gevoel loop jij nou over dit festival? Want volgend jaar is het jouw festival. Ja, nou, precies met dat gevoel. Maar omschrijf dat eens. Hoe voelt dat? Nou ja, het gekke was dat ik op mijn Facebookpagina aan het begin van de week dus een foto plaatste van een enorme stapel kaartjes die ik had ontvangen. En dat was echt dit. 25 kaartjes, al die voorstellingen. En toen was het allemaal nog heel veel kijken, heel veel zien. En toen de dag van de opening, toen ik hier naartoe fietste, toen kwam wel opeens zo de vlinders en het besef van het begint nu echt. Ja. En dat is fantastisch. Ja, want je kent het festival natuurlijk al erg goed natuurlijk. De eerste editie. Waarom heb je ervoor gekozen om nu inderdaad voor dit festival te gaan? Ja, omdat het festival echt een aantal liefdes van mij combineert. Zoals? Kijk, allereerst natuurlijk van kinds af aan in deze stad theater mogen bezoeken. En daar ben opgegroeid. Als kind ook altijd toneel gespeeld. Nooit zelf op het toneel willen staan, maar wel in theater verder zijn gaan studeren. Ja, want je hebt theaterwetenschappen in Utrecht gestudeerd. Ja, ook in jouw stad gewoond. Kijk, inderdaad. Ja. Want dat vraag ik me wel altijd af. Als je dan, straks is het festival inderdaad van jou, ja, op een bepaalde manier. Maar mensen die in het theater iets doen, daarvan vraag ik me altijd af, wil je niet liever eigenlijk op het podium staan? Nee, dat niet? Nee, dat zijn echt verschillende dingen. Dus de mensen die op het toneel staan en de mensen die daarachter willen werken om die mensen op het toneel er te kunnen laten staan, dat zijn andere mensen. Ja, maar die magie van het theater, dat had jou als kind al te pakken? Absoluut, ja. Ik mocht echt als 4-jarig meisje met mijn moeder meespelen ook al in een toneelstuk. Ik heb 10 jaar lang spelend kind gespeeld in alle toneelvoorstellingen hier in de omgeving. Dat was een glansrol, kan ik wel zeggen. En, maar goed, daarna vanuit de studie ook dan hier vaak teruggekomen om te zien wat hier gepresenteerd werd. Ja. En om op die liefdes terug te komen, toen ben ik bij Productiehuis Brabant gaan werken. En dat was een productiehuis in Den Bosch waar jonge mensen, vooral jonge mensen, hun theater maakten. En dat was het avontuur en het onderzoek en kleine zalen, vaak kleine publieken. Maar daar gebeurde heel veel. Daar werd veel nagedacht over waarom mensen theater wilden maken. En toen ik daar 10 jaar gewerkt had, ging ik naar het grote toneel. Echt totaal de andere kant.
Toneelgroep Amsterdam, het beste gezelschap van Nederland. Ja, mensen. Ja. Met de grootste regisseurs van Europa, de beste acteurs van het land. Daar gebeurt echt heel veel op een heel groot niveau. Voor een heel groot publiek. En ik denk bij Boulevard die twee dingen te kunnen combineren. Maar er zijn inderdaad die jonge kunstenaars bij Productiehuis Brabant, daar was je heel veel mee aan de slag. Ja. Er zitten natuurlijk ook heel veel in de Boulevard, maar dat is ook echt, dat moet echt ook een speerpunt van jou gaan worden. Ik vind het zo mooi dat Boulevard meerdere speerpunten heeft. Mm-hmm. En wat mij betreft is dat een heel verstandige lijn. Ja, want je wil niet al te veel zeggen over wat je wil gaan doen met het festival. Ja, ik wil niet zeggen, maar ik kan ook niet zeggen. Ik begin 1 december en dit is mijn snuffelstage. Ik mag deze 11 dagen heel veel kijken en met heel veel mensen spreken. En die plannen die gaan zich ontwikkelen. En vanaf 1 december begint het echt. En het lijkt me niet zo verstandig om voor die tijd al allerlei grote verhalen te hebben. Behalve dan dat ik echt belangrijk vind dat er zijn heel veel soorten kunst. Er is niet één soort kunst. En het mooie op een festival is dat je voor heel veel mensen heel veel verschillende soorten theater, kunst hebt. En dat is wat een festival zo aantrekkelijk maakt. Is dat ook het doel om het dan toegankelijk te maken voor iedereen? Ja, ik vind, we zijn hier in Den Bosch en in principe denk ik dat er voor iedere Bosschenaar iets op Boulevard te vinden is. Jij bent zelf echt met theater opgevoed, zeg je. Ja. Hoort het echt bij ieders opvoeding? Kunst hoort bij ieders opvoeding. Ik vind het echt, daar maak ik me wel zorgen over, dat de laatste jaren, zoals over kunst gesproken wordt, dat af en toe uit het oog verloren wordt. Dat naast lichamelijke opvoeding, sporten en leren rekenen en leren schrijven, dat leren genieten van kunst ook heel erg belangrijk is. Zou je kunnen zeggen wat dat dan brengt eigenlijk als je kunst hebt in je leven? Nou, ik denk dat het je leert kijken naar andere mensen, naar andere perspectieven. Dat het je een opener mens maakt. En dat je zaken van een andere kant kunt bekijken. En dat niet alles logisch is en hoeft te kloppen. Het kan je even uit je evenwicht brengen. Het kan je van slag maken. Het kan je herkenning geven. Nogmaals, niet alle kunst doet hetzelfde, maar goede kunst doet iets. En is dat misschien ook waarom het nu een beetje onder druk staat? Omdat dat niet echt een meetbaar resultaat is van kunst? Ja, dat is wat er aan de hand is. Ja. Ja, omdat je niet meteen kan zeggen, ah ja, maar het levert zoveel op. En ik denk in de kern dat als je kinderen, dan begin ik bij kinderen, dat leert, dat je kinderen kennis laat maken met kunst, dat je daar op den duur veel mee bereikt in een samenleving. Ja. Maar dan heb je vandaag waarschijnlijk als een gelukkig mens over de boulevard rondgelopen, want er waren echt ontzettend veel kinderen vanmiddag. Ja, fantastisch. Ja. Wat ga je missen vanuit Amsterdam? Ja, wat natuurlijk heel mooi is als je bij een gezelschap werkt, is dat je aan het begin staat van een idee en dat je meemaakt hoe een voorstelling zich ontwikkelt. Dus ik heb een kantoorbaan, maar als ik wil, dan glip ik even weg. Dan zit ik in de repetitiestudio en dan maak ik mee hoe het theater wordt gemaakt. Daar zal ik nu wat verder van af. Maar nu is het een soort van inkopen. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar dat is natuurlijk wel wat je doet. Want die gezelschappen die leveren iets aan natuurlijk. Ja, ik hoop een relatie met kunstenaars te krijgen die verder gaat dan dat. Ja, maar dus inkopen, ik denk even met aanhalingstekens, maar dat is natuurlijk wel. Ik hoop dat ik met de mensen die hier te zien gaan zijn, dat ik ook die gesprekken vanaf het begin kan voeren. Wat wil je gaan maken? Waarom ga je dat doen? En dat je dan misschien ook wel even die repetitiestudio af en toe in mag lopen, want dat zou ik wel gaan missen, ja. Ja? Is dat, ja. Want wat voor gevoel geeft dat voor jou als je zo'n studio inloopt? Ja, daar gebeurt het. Daar wordt gezocht, daar wordt gedacht. Hoe gaan we dat verhaal dat we willen vertellen vormgeven? En dat is heel mooi. Dat is echt mooi. En kun je daar ook wel eens iets aan toevoegen voor je gevoel? Deze is voor jou. Ja. Cliffhanger, dames en heren. Ja. Nou ja, kijk, dat is een mooie. Het theater bestaat natuurlijk bij de gratie van een publiek. En een acteur in zijn eentje zonder mensen in de zaal, dan bestaat het theater nog niet. En het mooie, als je even in een repetitiestudio binnen mag, dan ben je heel even al publiek. Ja. Dus je kan heel even al laten zien wat je meemaakt. Of daar iets over vertellen. Ja. Dat. Maar meer dan dat kan het ook. Maar dat vragen ze dan ook wel van, wat vond u er nou van? Was het wat? Nou ja, je probeert dan vooral te vertellen wat je hebt gezien. Wat je zag dat er gebeurde. Wat je meemaakte.
dat kan je dan doen, ja. Als eerste bezoeker, al voordat het echte publiek mag komen. Wat heb je al gezien wat je enorm geraakt heeft? Nou, wat al heel fijn is dat ik was vanavond bij FC Bergman. Dat was de laatste voorstelling. Ik had die voorstelling al in Amsterdam gezien. Ik zag hem nu weer hier. Ik vond hem hier mooier staan, dus dat was al fijn. En dat is heel groot, met muziek en met een heel groot toneelbeeld. Maar ik was ook bij Eva van Pelt in de repetitiestudio van Matser. En daar maakte zij haar liedjesprogramma. Zij heeft de Boulevard Pitch gewonnen. En dat was eigenlijk nog heel klein. Zij met haar band en met haar teksten, haar liederen. En ja, dan kom ik weer terug bij dat wat ik daar straks zei. Dat zijn twee totaal verschillende dingen, maar allebei te zien op dit festival. Ja. Van die 25 kaartjes die je had, hoeveel zijn er nog over? Hoeveel voorstellingen heb je nog? Ja, volgens mij nog 19. Nog 19. En dan tel ik nog niet mee dat ik ook al die tentjes op het plein nog wil bezoeken. Drukke tijd. Daar heb ik nog geen kaartjes voor gekocht. Okay. Die komen nog. Ja. Heel goed, dankjewel. Groot applaus, dankjewel. Victorien van Hulst. Het tweede lied van Kiki Schippers. Ja. Hoi. Het is misschien wel leuk om te vertellen. Ik zong net over Erik, hè. Je denkt, Erik, wie is Erik? Ken ik Erik? Dat zou kunnen, in Den Bosch natuurlijk. Nee, Erik woont in Gent. Ik schrijf nu tegenwoordig liedjes in Gent. Het is een beetje onzin om helemaal naar Gent te gaan voor liedjes. Maar doe het toch. Ik vind het helpen. Volgende liedje wou ik graag voor jullie zingen. Heb ik laatst gezongen op bij de voedselbank, was ik gevraagd om dat te spelen. Het heeft een refrein zin, je hoeft niet mee te zingen. Die heet, iedereen krijgt vanzelf wat hij verdient. Maar dat viel niet helemaal daar. Dat was een beetje, terwijl ik zou zeggen, als je goed naar de tekst luistert. Nou goed, daar gaan we. Hoe begint het ook alweer? Wat een vreugde, oh ja, om te leven in zo'n rijk verwende tijd. Ja, toch, hè? Iedereen krijgt wat hij hebben wil. En niemand heeft ooit spijt. Ik kan worden wat ik wil. Dokter, juffrouw of komiek. En als ik iets vind van de wereld, is er altijd nog de politiek. Eindelijk breed uit verwezenlijkt. The American Dream. Want ik krijg gewoon vanzelf wat ik verdien. Iedereen kan kleren kopen uit een fabriek in Bangladesh. Waar de kinderen mee naaien, altijd beter dan de crash. We hebben goede scholen met totaal gerichte leer. Als je dan nog een mislukte, nou dan weet ik het niet meer. Een scooter of een Tia of een leuke homovriend. Iedereen krijgt vanzelf wat hij verdient. Zoveel luxe, zoveel keuze. Als je dan depressief wordt, nou dan heb je het zelf gedaan. Als je last hebt van de crisis, mis je flexibiliteit. Volg gewoon een cursus yoga en je bent je starheid kwijt. Een dwangbuis of een boet, geretweet of juist ontvriend. Iedereen krijgt vanzelf wat hij verdient. En dat heet meritocratisch en dat is een moeilijk woord. Het kan zijn dat je ervan ook echt nog nooit van had gehoord. Maar ja, zei Hitler heel vaak Shoah en ik maak op het geweld. De tijd waarin je leeft is altijd op zichzelf gesteld. Kijk, solidariteit, dat is een woord uit het verleden. Toen mijn vader op de snor had en met karren werd gereden. Empathie is voor het wazen, maar is de hond is helder zien. En iedereen krijgt vanzelf maar die verdient. Kanker, dat is kut uitgekiend. Iedereen krijgt vanzelf wat hij verdient. Een iPad of een soa of een gehandicapt kind. Iedereen krijgt vanzelf wat hij verdient. Ja, jij verdient applaus, Kiki, dankjewel. Ja, gisteren hadden we een column van Nienke. Dat ging over haar, hoe zij in Brabant, als Friese in Brabant terecht is gekomen. En hoe haar vrienden haar cultuur hebben leren laten kennen. Met pap en pudding, carnavalsduo. Erik gaat het over een andere boek gooien, als ik me niet vergis. Iets met Omroep Brabant, hè? Ja. Ja. Dames en heren, stadschronikeur Erik Alink. Deze column heet Rond. Achter het station van Den Bosch ligt het Mercatorplein. Ik kom daar maandelijks voor een proef op de som. Ik ga lang uit liggen,
druk mijn wang tegen de grond, kijk over de stenen, glimlach en sta weer op. Opgewekt fiets ik dan naar huis en elke keer stel ik gerustgesteld vast dat de aarde een lichte kromming heeft. Zij is rond. Ook Mercator, de beroemde geograaf die krap 5 eeuwen geleden in de bos op school zat, wist dat al. En toch blijven er twijfelaars. Zelfs in 2014. Zo gelooft Omroep Brabant dat de wereld plat is. En wat verdient een tweedimensionale wereld? Plat nieuws. Ik ben Brabander tot in mijn galblaas, maar ook journalist en columnist. En daarom volg ik Omroep Brabant op Twitter en website. Ik lees hun nieuws, herlees het soms en druppel regelmatig mijn ogen. Dat doe ik met het afwasmiddel Dreft, dat sterk ontvet. Geen luxe, want vrijwel dagelijks brengt Omroep Brabant berichten die in reuzeligheid niet onderdoen voor varkensbuikspek. Zo achtte de zender het zinvol om eind januari foto's te publiceren van de opengereten anus van de mishandelde kater Darcy te Oosterhout. De kop boven de afzichtelijke foto's was: hopelijk worden de daders snel opgepakt. Ook ik hoop dat de betrokken redacteuren niet voortvluchtig zijn, maar inmiddels met een schorsing thuis zitten. In dezelfde week had Omroep Brabant nog 2 maal brekend nieuws. De eerste keer letterlijk. Het begon met een doormidden gereden chihuahua in Vinkel. De klapper was: katje Bendy doodgeschopt door dierenbul. Dat was in Moergestel, waar de zender veel rouw optekende. Maar is dat nieuws? Wie zijn katje in de Brabantse binnenlanden Bentley noemt, roept vanzelfsprekend afgunst af op. Noem hem dan Dafje. Dat herkennen we. Dat is van ons. Dat is Brabant. Achter de studio van de Omroep in Son is langzaamaan een indrukwekkend dierenkerkhof ontstaan. Het laatste zerkje is van Cheyenne uit Mariaheide. Arm, arm beest. Op zondag 27 juli, jongstleden, zou deze dwergkanarie in een live-uitzending van Omroep Brabant het Nederlands record achteruit zingen gaan verbreken. Toen hij voor de 116e keer het lied Skippyball van Frans Bauer inzette, stuiterde hij van zijn stokje. Hartstilstand. De dierenbescherming laat een onderzoek instellen, terecht. Toch kun je beter achteruit zingen dan achteruit boeren. Media zien hun inkomsten tanen en het publieksbereik afkalven. Help, hoor je op redacties. Ook Omroep Brabant voelt zich steeds meer een kat in het nauw. Niet alleen Darcy in Oosterhout heeft het moeilijk. Sommige media, waaronder onze provinciezender, besluiten in wanhoop om alle hinderlijke criteria voor nieuwsselectie te schrappen. Motto: voortaan is alles toegestaan, mits het emotie oproept. Zo scannen de redacteuren van Omroep Brabant de werkelijkheid op seks, criminaliteit, sport, verkeersongevallen, drugs, pedofilie, brand, burenruzie, kindermishandeling en ach, we zouden haast het artiestenleed vergeten. Ooit was die doucheputjesformule voorbehouden aan Engelse tabloids. Maar de laatste jaren heeft de Yellow Press een rood geblokte verwant onder de rivieren in Nederland gekregen. Zo meldde de zender onder de kop: oeh la la,
dat je op de gemeentelijke website van Helmond, die heet Virtueel Helmond, dat je daar met enige behendigheid onder de rokjes van getekende avatars kon gluren. Het stond recht. Ander fijnzinnig nieuws. Johan Flemix wordt kutkunstenaar. Push-up BH's vinden gretig aftrek in Brabant. Toch wil ik ook getuige aan décharge zijn. Want weinig media hebben zo'n neus voor wat er werkelijk toe doet. Illustratief zijn de vele berichten van Omroep Brabant over Roy Donders, Guus Meeuwis en Sylvie Meijs. Het laatste nieuwsbericht afgelopen dagen over de ex van Rafael van der Vaart, dubbele punt. Ik neem soms een ijsje en dan eet ik zelfs het horentje op. Het mooie is dat dankzij Google Translate de inwoners van Gaza, Syrië en Oekraïne zulk relevant nieuws niet hoeven te missen. Even een terzijde, Omroep Brabant ontvangt jaarlijks zo'n slordige 17 miljoen euro subsidie van de provincie. Omroep Brabant schuift dagelijks een doos Kleenex de provincie in. En dat doen ze in stijl, subtiel. Ook rond het drama met Malaysian Airlines op 18 juli. Nog geen etmaal na de ramp liet de omroep op haar speciale webpagina over de MH17 doodleuk een advertentie zien voor War Thunder, een computerspel waarmee je vliegtuigen uit de lucht moet zien te knallen. Fasten your eyelids, want ze zouden zich het liefst in ongeloof sluiten. De rouwelijkheid van Omroep Brabant hangt samen met het zogeheten IF-beleid. IF staat voor Internet First. Oftewel, je laat het eerst iets op internet, dan pas op radio en tv. De vuistregels zijn: wees snel, check niet tot je een ons kent ons weegt, publiceer vanzelfsprekend ook geruchten en zorg ervoor dat je minstens 34 follow-ups hebt, als zeg je telkens haast hetzelfde. Het enige dat telt zijn de muiskliks, aldus de directie van Omroep Brabant. Zo leidt IF, Internet First, tot ondermaatse journalistiek. Heb ik een hekel aan Omroep Brabant? Nee, ik ken er enkele aardige mensen. Bovendien geloof ik in regionale media. Zeker in tijden van globalisering. Maar ik kom in opstand als je willens en wetens de ondergrenzen in journalistiek, ethiek en smaak aan je laars lapt. Want dan degradeer je jezelf tot gootsteenontstopper. Motto: waar Vivax aarzelt, gaat Omroep Brabant verder. Tot slot. Gaat de zender weer boven peil komen? Ik heb twijfels. Op internet raadpleegde ik het zogeheten actueel hoogtebestand Nederland. Ik tikte de postcode van de studio's in. 5692 EL in Son. Volgens de database van het AHN ligt dit omroeppand 15,9 meter boven Amsterdam Spijl. Er stond ook een rood sterretje bij. En dat verwees naar een voetnoot. De voetnoot luidde: waarschuwing. Wij kunnen de juistheid van het pijl niet garanderen. Genoemde locatie is aan continue verzakking onderhevig. Hoe diep onze zender nog gaat zakken is niet alleen voor geologen interessante stof. Het is ook een kwestie die Brabanders beroert, die snakken naar een provinciale omroep met voldoende journalistiek gezag en geloofwaardigheid. Omroep Brabant, als jullie dat worden, beleg ik een feestje voor alle redacteuren en verslaggevers. Op het Mercatorplein achter het station.
tot we dronken onderuit gaan, met onze wang tegen de tegels liggen en zelfs hoofdredacteur Henk Lemkert mompelend zal erkennen: ja, hij is rond. Dank u wel. Dankjewel, Erik Haling. We gaan door met onze volgende gast. Hij is artistiek leider van Theater Artemis hier in Den Bosch. Staat met een voorstelling op de boulevard. Heeft sowieso bijzondere namen voor voorstellingen. Ik noem er even een paar op. Moet ik op een blaadje kijken, want dan kan ik echt niet uit mijn hoofd. De dag dat de papegaai zelf iets wilde zeggen was een voorstelling. Maar ook een cowboy met zijn handen hoog juicht waarschijnlijk niet. En de derde vind ik ook wel heel erg mooi. Pas als zaagsel krijgt Boom een applaus. Applaus nu voor Jetse Batelaan. Welkom Jetse. Je staat met een voorstelling op de boulevard, de bonte avond van bodybuilders. Klopt. Vanaf woensdag geloof ik is hij te zien. Hè? Ja. Wat voor voorstelling is het? Nou, grappig genoeg is het een voorstelling met kickboxers. Het is een voorstelling met 9 kickboxers. En de voorstelling wordt gezongen. Was het moeilijk om zingende kickboxers te vinden? Totaal niet. Totaal niet. Nee, en ik ben ook helemaal niet begonnen vanuit het idee dat ik hun wilde laten zingen. Ik ben nogal minimalistisch ingesteld. Dus ik weet nog heel goed, de eerste repetitie was, ze kwamen, ik liet ze opkomen, 1 voor 1. Nou, ze kwamen dus heel stoer op, zoals je dat voor... Ik ben niet zo van stoer, dus ik zei, nou kom eens een beetje verlegen op. En, wisten ze hoe dat moest? Deden ze perfect. Nou, dat vond ik prachtig. Maar het zijn eigenlijk geen acteurs. Het zijn geen acteurs. Nee, precies. Ik heb 12 avonden met ze gewerkt. Ik denk dat ze 6 van die avonden op en af zijn gegaan. En goede avond hebben gezegd. En verder konden ze dus eigenlijk niks. En in de pauzes, als ik ze limonade liet drinken, begonnen ze allemaal te zingen. Snap je? Ik had ze zo teruggebracht in hun expressie dat er moest een keer moest er iets uit. Drinken geen alcohol. Ja. Het zijn grotendeels moslimjongens. Dus dan drinken ze limonade, klopt. En die gingen zingen. Als ik ze losliet, gingen ze zingen. En dat is het geweldige nu ook. We hebben natuurlijk van die programma's, Idols en So You Think You Can Dance. En nu is ineens dansen en zingen is gewoon binnen het macho repertoire. Dat mag je gewoon doen. Dus maar kenden zij elkaar? Hadden ze dan een repertoire samen? Nee, ze hadden niet echt een repertoire. Het was een beetje improviseren. En zij komen van dezelfde boksschool in Rotterdam-Zuid. Dus zij zijn heel, heel hecht. En ik zat me natuurlijk op een gegeven moment toch wel een beetje af te vragen wat ik nou met die voorstelling zou doen. Want ik had nog 1 ander ding bedacht, namelijk dat ik had een soort apparaat op de deur gemaakt, waardoor die deur tergend langzaam automatisch open en dicht ging. En dat bepaalde wanneer zij op het toneel überhaupt konden komen of weer af konden gaan. Dus soms stonden ze ook heel lang te wachten tot ze überhaupt weer af konden bij die deur, omdat dan die deur langzaam open ging. Ja, dat was toch net te weinig. En toen begonnen ze te zingen en toen dacht ik, dat is het. Maar als ik nou inderdaad woensdag in de stoel zit, waar zit ik dan naar te kijken? Nou, dan krijg je eerst inderdaad een aantal kickboxers die op en af gaan en goedenavond zeggen, dan krijg je een gezongen scène bij de bakker. Dan krijg je dan is het brood op. Of ja, hoe zit het? Dan komt er inderdaad. Of nee, dan komt uiteindelijk een mevrouw. Ze spelen ook vrouwenrollen. En je hebt net te weinig geld en dan delen ze een brood. Een scène uit hun eigen leven, een dansje. Dan komt een heel lange toegift en dat is een vergadering van de Vaste Kamercommissie van Sociale Zaken. Okay. Dat spelen zij ook, zingend. Zingen zij ook, ja. Wauw. En waarom zou ik dit moeten gaan zien? Nou, ik wil het in ieder geval. Ik wil het wel heel graag zien nu al meteen. Maar oké, waarom? Ja. Wat gaan we hiervan leren? Wat wil je ons vertellen? Wat wil je laten zien? Nou ja, los van dat het ook een geestige voorstelling is, is het, vind ik het zelf een hele ontroerende voorstelling, omdat het voor mij heel erg gaat over goede bedoelingen van 2 kanten uit. Eigenlijk er is een vrij grote afstand tussen de leefwereld van de jongens en de leefwereld van de mensen die straks daar in de verkade fabriek naar die voorstelling zitten te kijken.
En wat ik heel mooi daaraan vind, is dat je eigenlijk van beide kanten bij elkaar proberen te komen. En dat eigenlijk ook heel goed lukt. En ik vind het ook ontzettend bijzonder dat de jongens op een even meer het lef hebben om zich zo ontzettend kwetsbaar op te stellen op dat toneel. Was het moeilijk om ze over te halen of eigenlijk helemaal niet? Nou, ik had één geluk, omdat ze dus zo gedisciplineerd zijn en heel erg een soort respect hebben voor de leermeester, of de professional, zoals ze zeiden. Want ze werden natuurlijk gek, alleen dat hebben ze niet uitgesproken naar mij, omdat ze voortdurend dachten, hij is de professional. En daarom heb ik het me kunnen veroorloven om zo ontzettend geduldig te wachten op, tot ik echt zag wat ik met die jongens wilde. En want dus eigenlijk begin je, zoals wat je net omschreef, ze komen dan eerst op en dan weet je echt nog niet waar ga ik echt heen met de voorstelling. Nee, dat weet ik echt niet. Het is ook overigens begonnen als een heel klein project. Wij zouden, ik weet nog, ik had 1000 euro budget en ik ging naar 12 avonden met die jongens werken. En dat is dus eigenlijk min of meer per ongeluk een hele bijzondere voorstelling geworden. Maar dus eigenlijk door dat geduld en die tijd en dat geduld hebben zij mij gegeven. En zo is dat. De voorstelling heet De Bonte Avond van Bodybuilders. Eigenlijk een hele saaie titel voor jou doen, hè? Ja. Komt een zingende kickboxer bij de bakker, had het ook kunnen heen. Had het ook kunnen, maar dat had ik. Ik moest de titel van tevoren opgeven en ik dacht in eerste instantie, ik ga het met bodybuilders doen. Heb ik ook één avond mee gewerkt en toen dacht ik, nee, dat moet ik niet doen. Dat was weer het juiste slagvolk? Nu klinkt dat geestig, maar ik had een keer iets voor televisie gedaan met bodybuilders wat ik heel bijzonder vond. Ik heb ze toen naar een kunstwerk van Bas-Jan Ader laten kijken. I'm too sad to tell you, dat is een zelfportret van die mannen video waarin hij constant huilt. En die bodybuilders gingen helemaal stuk. Dus alle vooroordelen over kunst, dat het niet voor iedereen is, die werden meteen geloofgestraft. Want die mannen die gingen helemaal kapot op dat conceptuele kunstwerk. Dus ik dacht, ik ga met die bodybuilders, maar ik merkte al snel die avond van, nee, die hebben niet de bereidheid om dit hele proces met mij aan te gaan, omdat ze hebben het eigenlijk te goed voor elkaar, ze hebben te weinig te winnen. Toen ben ik heel erg gaan zoeken. En toen kwam ik bij deze sportschool, dat een hele echt, het eindstation van een metrolijn. En daar dan een oud elektriciteitsgebouw waar zij dan aan het trainen waren. En daar had ik gewoon een heel bijzonder gesprek met die jongens waarin ik meteen voelde, dit is het. Ik weet nog dat ik ze zei, ik ga in iets terechtkomen waarvan ik totaal geen idee heb wat het is. Jullie gaan in iets terechtkomen waarvan ik echt geen idee heb wat het is. En de enige manier waarop het kan lukken is als we dat van beide kanten ten volle doen. Ogen dicht en hup, dat koude water in. En ik voelde dat ze dat begrepen en dat zij ook enorm gemotiveerd waren om dat te doen. En jij bent de professional. Dus ik ben nog steeds de professional. Ik weet nog wel, we hebben ooit een nagesprek gehad en toen gaf, op een gegeven moment openden ze toch wel iets van wat voor idioot ze me misschien wel vonden. Want toen zeiden ze, ja, ik zou normaal nooit met hem over straat lopen. Maar toen had ik een fantastische zin. Toen keek hij ook even veelbetekenend de zaal in. Columnist deed het af en toe ook net heel goed. En toen zei, but don't judge the book on his cover. Maar dat ging over mij. Dus ik weet nu wel iets over hoe mijn cover beoordeeld wordt door de jongens. Maar dus dat is een heel bijzondere ontmoeting geworden. En mooi. Donderdag komt dus de komende tourenkaars uit Rotterdam. En de voorstelling is vanaf woensdag, hè? Woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. 8 uur, Verkadefabriek. En er zijn nog kaarten. Er zijn nog wel wat kaarten, maar na vanavond moet je snel zijn. Heel snel. Dankjewel, applaus. Jetse Batelaan. Te zingen in deze kroeg.
Ik ben een tijdje weg geweest, maar toen ik hoorde van dit feest, dacht ik, kom aan, ik moet er toch naartoe. En nu ik zie wat voor geluk jij vond, met je rug nog recht, maar met je ogen naar de grond. Guus, we zouden trouwen. Guus, jij met mij. Nu sta je hier met een ander aan je zij. Vrienden, jullie zijn er ook. Jullie weten wat voor put ik dook en hoe ik heb gevoeterd op dat kind. Maar nu ik zie hoe mooi ze is en hoe ze staat naast wie ik mis, weet ik niet of ik haar echt zo'n kuthoer vind. Nu ik zie wat voor geluk zij vond in een jongen met een te groot pak en zijn ogen naar de grond. Guus, we zouden trouwen. Guus, jij met mij. Nu sta je hier met een ander aan je zij. We waren niet lang bij elkaar, toch uiteindelijk wel dat jaar. Nog niet de helft van jouw tijd met deze bruid. En ieder die ons zag dacht echt, daar komt toch nooit iets van terecht. Maar we kusten, dus wat maakte ons dat uit? Tot jij plots op een dag daar stond, hand in hand met deze giet en jullie ogen naar de grond. Guus, we zouden trouwen. Guus, jij met mij. Nu sta je hier met een ander aan je zij. En ik weet, ze heeft een hond. En ik weet, ze heeft van ons de mooiste kont en haar lang en blond. Met zoveel zekerheid die je van mij nooit vond. Ik wens jullie samen nog veel geluk. Dat nooit iets moeilijk, nooit iets stuk, zoals mijn veelste hart gebroken had. Wees een vent en kijk omhoog, en zie wie je voor haar bedroog. Hoe weerloos ik hier sta op dit biljart. Er is niets wat ons nu nog bindt. Dus kom, laten we nu proosten op wie jou een lafaard vindt. Kom op, bruid, ook jij hebt je glas. Laat ons drinken op wat eeuwig en voor altijd zonder was. Pak een microfoon. En ja, ik ga gewoon naar achteren en succes. Flunk af. Ik wel.
Een hele goede avond, dames en heren. Hallo. Wij zijn Stefan en Andries en Joep. Joep is onze vaste muzikant en wij zijn van comedy collectief Fluknarf. Dat is een Bos comedy collectief en wij doen vooral improvisatie. Nou, Martijn heeft al gezegd, dat gaan we vanavond dus ook voor jullie doen. We gaan een lied maken. Ja, normaal heeft Joep echt een hele installatie bij, maar er was geen ruimte voor in deze prachtige locatie. Dus hij heeft een app gedownload waarmee hij kan drummen. Joep, kan je een korte demonstratie geven? Kijk, dus Joep gaat ook live improviseren en we dachten een rap-up van de show is leuk om te doen in rap-vorm. Dus wij gaan rappen over wat er vandaag allemaal gebeurd is. En wat ons leuk lijkt is dat we één van jullie een soort van cadeautje geven. En namelijk een eigen lied over jullie dag. Stefan, ben je er klaar voor? Zeker klaar voor. Zeker klaar voor. Oké, dames en heren, we gaan een rap-up maken in rap-vorm. Ik zeg Joep, take it away! Oké, we waren hier en we kregen net de bar van. Op de eerste rij, daar zit Frans aan. Ze heeft er niks gezien als ruk, maar ja, dat kan ook, want ze heeft het wel druk. Frans Ann had een mooie dag, want ze zag haar kleindochter. Een lach tot mijn dochter, toch? Klein zoon. Van de dochter. Oké, Stefan, je hebt niet opgelet gewoon. Zij heeft een dochter en die heeft weer een zoon, dus. Maar goed, gaat u nog naar de parade? Want daar, ja, u kunt wel raden, daar is theater, het is echt waar. Het is ook hier, maar het is ook daar. Oké, het is tijd voor iets hippers. We kwamen naar de show en we zagen Kiki Schippers. Het was zeker, ook al was ze druk, we zagen Kiki en we waren zeker onder de indruk. Absoluut, Kiki. En Kiki was ontzettend goed aan het zingen. Voor allerlei prachtige dingen. Erik, die een meisje wou zijn. Andries, dat vind je toch ontzettend fijn? En haar jurk per kilo stond er zeker ook prachtig. En ze was gelukkig ook zo te zien, ze taal niet zenuwachtig. Ah, Kiki, dat is wat ik denk. Er was een leuke vrouw. Nummer 2, Sophie van de Enk. Sophie van de Enk, een hemelse schijn. Dat is toch wat ik zeker denk. Oké, ook al win je dan misschien kameretten. Het heeft wat nodig om haar podiumvrees op het podium te zetten. Gelukkig is ze nu hier en ze blijkt ook nog echt een podiumdier. Zeker, ze was ook in goede handen bij haar mede talkshow-host Martijn van der Sander. We zagen ook gelukkig toch, ja, die mevrouw, hè, ja, de directrice van Boulevard in december. Ja, we gaan zeker even handjes schudden straks. Ja. Ja, Victorine, oh, die gaat ze wel zien. Zo'n paar kaartjes meer dan 10. Ze wordt een hele goede programmeur en volgend jaar de nieuwe directeur. We gaan straks even te raden. Victorine, volgend jaar voor ons een tentje op de parade. Vrijdag zijn we weer terug, rond de klok van 11 uur. En dan presenteert onder andere Sascha de Boer is dan hier, die presenteert mee. En ook dan hebben we weer een heel mooi programma. Dankjewel en hopelijk tot volgende week vrijdag.